Hi, in dit filmpje ga ik je uitleggen hoe je een kleine harp stemt. Waar je op moet letten is dat je altijd stemt met de haken naar beneden. Wat je ook voor snaren hebt, of je nou nylonsnaren hebt of darmsnaren, maak er een gewoonte van om altijd je haken naar beneden te zetten als je stemt. Waarom is dat? Nou, heel simpel. Snaren doen het niet echt goed als ze door met een bochtje aangetrokken worden. Dat is niet goed voor je snaren. En op den duur wordt je hele harp heel erg vals. En dat wil je gewoon niet. Dus een goede gewoonte is om altijd je haken omlaag te zetten. Wat voor materiaal je snaren ook gemaakt zijn. We hebben natuurlijk nodig de stemsleutel. Die is bij iedereen een beetje anders. De een heeft een zwarte, de ander heeft een houten. Maar heel belangrijk is dat die goed op je stempennen past. Aan de achterkant. Zorg daarvoor. Meestal heb je bij je harp een goed passende stemsleutel gekregen. Heb je die niet gekregen, moet je op zoek naar een goed passend exemplaar. Want als die te ruim is, als die te groot is, dan kunnen die stempennen gaan afslijten. En op een gegeven moment krijg je hem dan gewoon helemaal niet meer gestemd, de harp. Nou, we gaan beginnen. Ik begin altijd te stemmen bij de C boven de centrale C. En vervolgens ga ik iedere keer een toontje lager, totdat ik helemaal beneden bij de bassen ben. En als ik dat gebied helemaal gestemd heb, dan ga ik omhoog om de bovenste snaren nog te stemmen. Er zijn meerdere wegen naar Rome, zo ook bij het stemmen. Dit is mijn meest gebruikte methode. Belangrijk is wel dat je eerst de onderkant van de harp stemt en daarna pas de bovenkant. Begin je hierboven, dan zul je merken dat als je dan de onderkant gaat stemmen, de bovenkant weer vals wordt. Omdat die lage tonen veel harder aan die klankbodem trekken. En dat zorgt er dan voor dat die bovenkant alweer vals is, voordat je nog maar mooi kan beginnen met spelen. Oké, nou, we gaan beginnen met stemmen. Ik ga zo meteen uit beeld. En wat je te zien krijgt is precies dat wat je op je stemapparaat of op je stemapp te zien krijgt. Ik gebruik altijd de stem-app van ClearTune. Dat is een hele goeie. Die is ontwikkeld door de mensen van Steinway. Maar er zijn honderdduizenden andere varianten denkbaar. Belangrijk is dat je wel een stem-app hebt die de hele range van de harp bedient. En niet alleen maar zes tonen bijvoorbeeld van alleen maar een gitaar. Nou, laten we van start gaan. We beginnen met stemmen bij de C boven de centrale C. Je stemt hem, je slaat hem aan, je kijkt of het wijzertje precies in het midden staat, precies daar waar je de C ziet staan. Als dat goed is, loop je naar beneden, een toontje lager. Dan ga je de B-snaar stemmen, maar omdat de haken omlaag staan, is het een bes. Zo ook bij de A. Omdat de haken omlaag staat, is het een as en geen A, een halve toon lager. Vervolgens gaan we verder naar de G-snaar. Die is ietsje te hoog hier, dus die moeten we ietsje terugdraaien. En zo ga je van de G naar de F. En vervolgens naar de E-snaar. En ook die E-snaar is geen E, maar een S, omdat je het haakje naar beneden hebt staan. Denk daar dus goed aan als je stemt, dat je bes, as en s stemt. Anders is je harp straks niet goed gestemd. Zo ga je steeds een toontje lager, totdat je helemaal onderaan bij de laatste C, of bij sommigen is dat de laatste A, aangekomen bent. En dan gaan we weer naar boven. Thank you.
je klaar met de laatste bassnaar, dan ga je weer omhoog naar de C waar we begonnen waren. En vervolgens loop je naar boven. Eerst de D, stemmen. En vervolgens de E, die geen E is, maar een S. En zo ieder toontje omhoog tot je boven bent. En dan is je harp klaar. Nu de harp gestemd. En is die nou helemaal oké? Ja, eigenlijk moet je dat toch altijd nog even checken. Want zo precies als zo'n stemapparaat de tonen stemt, zo wil ons menselijk gehoor dat niet altijd even aannemen. Dus wat ik altijd doe als ik klaar ben met stemmen, ik check het nog eventjes. En hoe doe je dat? Nou, je pakt bijvoorbeeld deze C en die vergelijk je met de bovenste C. Als je hoort dat dat een beetje een strak lijntje is, dan is die oké. Als je bijvoorbeeld hoort dat die zo is, dan hoor je dat die niet oké is. Nou, dan moet je proberen het erbij te stemmen, totdat je weer dat strakke lijntje als het ware hoort. Maar altijd eerst de gestemde snaar, dus de snaar die je al gestemd hebt, als eerste. Want dan kan je hem vergelijken. Als je dat moeilijk vindt om te horen, dan kun je ook bijvoorbeeld een toonladdertje spelen. Nou, iedereen hoort dat niet klopt. Dus dan pak je bijvoorbeeld een octaaf lager. Oh ja, zo moet hij klinken. Pak je hem een octaaf hoger. Soms is het ook zo dat je een stemapparaat hebt wat de bovenste tonen niet echt pakt. Dus dan kan je trekken en aan die snaren wat je wil, zie je op je stemapparaat niks gebeuren. Dan zul je het ook op deze manier moeten doen. En wat dan ook nog wel eens helpt is om kwarten te spelen. Dan hoor je... Dat is meestal zo'n strak interval wat je meteen goed hoort. Als die niet goed is, dan hoor je dit. En je wil Wilhelmus van Nassau. Ken je wel, hè? Die wil je horen. Nou, en de volgende ook. Wilhelmus van Nassau. Oh ja. En de volgende. Nou, dan heb je hem. Zo kun je dus ook een beetje op je gehoor stemmen. En dat gehoor heb je natuurlijk altijd nodig in de muziek. Maar bij stemmen is dat zeker handig als je dat gehoor ook een beetje traint. Gelukkig hebben we nu die stemapparaten en die stem-app. Vroeger moesten we dat allemaal op het gehoor doen. En deed je dus alles met kwarten en kwinten om het allemaal zo strak mogelijk gestemd te krijgen. Nou, zo heb je het een beetje geleerd. Je kunt iedere keer met dit filmpje jouw harp gaan stemmen. Dan kan je samen met mij stemmen. En op een gegeven moment moet jij dat gewoon helemaal alleen kunnen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Succes!